Welkom bij een extra uitzending van Studio Examensport. Het is vandaag woensdag 20 mei en het einde van een lang middelbare schoolseizoen komt dan toch echt in zicht. Het algemene examen is al begonnen, maar vandaag was het de beurt aan wiskunde, een geduchte tegenstander van de examenleerlingen. En zo ook bij het Willem de Zwijger College Stadion in Bussum. Daar ter plekke is Nathan de Vries, onze reporter. Nathan, jongen, hoe is de sfeer daar? Dankjewel, Nathan. Ja, je merkt aan alles in deze stad dat het leeft hier. De sfeer is enorm gespannen. De ambiance daarom wel echt uniek en prachtig. En de spelers waren heel erg gefocust op de wedstrijd. Ik heb een aantal spelers kunnen spreken net na afloop van het laatste fluitsignaal. Een eerste reactie, wat gaat er door je heen? Blij. Afgerond. Welke speler in jouw team was het belangrijkste de afgelopen weken? Mezelf. Jijzelf? Ja. Egoïst. Veel mogelijk aandacht aan mezelf besteed, ja. Heb je ook andere teamspelers op sleeptouw genomen? Misschien speakbriefjes gegeven of een beetje geholpen? Nee, eigenlijk niet, want dat is eigenlijk, het lukt niet. Dus dat, ik had het gedaan als het had gekund. Niemand is groter dan de club, toch? Klopt. Nathan, heb jij vandaag nou ook leerlingen gesproken die er echt aan onderdoor zijn gegaan? Jazeker, ik heb een aantal spelers gesproken net na de wedstrijd bij wie het echt heel slecht is gegaan. Die hebben echt matig tot zeer slecht gespeeld en die waren ook zichtbaar aangeslagen, ja. Je kwam op 1-0 achterstand, hoe heb je dan toch niet het kopje laten hangen en ging je er weer voor? Nou, het werd uiteindelijk 3-0 denk ik. Je bent keihard ingemaakt. Ja, keihard ingemaakt, ja. Wat zou u doen als een meerderheid van uw klas onder de maat presteert en de wedstrijd niet naar zich toe kan trekken dit jaar? Zou u overwegen op te stappen, meneer? Ik ben er niet bang voor. Publiekslieveling, ik mis een beetje die passie, die mentaliteit. Hoe kan dat? Nou, ik ben jarig vandaag, dus ik heb wat andere dingen aan mijn hoofd. Dus je was een beetje laks in de wedstrijd? Ja. Dat is dan altijd. U neemt de verantwoordelijkheid niet genoeg, merk ik. Als het zover komt, vraag ik. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Maar en als het zover komt op een dag? Ja. Probeert u dus dat inleefvermogen te hebben, meneer? Ja, dat is ook op basis van mijn ervaring. Wat wil je gaan doen? Uiteindelijk naar een buitenlandse topclub of... Een buitenlandse topclub? Ja, Oxford, Harvard, kan allemaal. Oh ja, Harvard wil ik wel, ja. Nou, dat gaat dus niks worden, dat merk ik nu al. Nee, dat gaat niks worden. Het was een beladen wedstrijd en ik moet zeggen dat heel veel spelers door het vuur zijn gegaan. Een aantal uitzonderingen daar gelaten. Jongens bij wie het aan discipline en aan strijdlust echt ontbrak. Daar baal ik van, maar de spelers zelf ook en het publiek al helemaal. Ik heb wel heel erg zin in de volgende wedstrijd. Ik zeg terug naar jou, Nathan, daar in de studio in Hilversum. Dankjewel Nathan voor je bijdrage en je altijd scherpe analyses. En voor jullie thuis zeg ik tot volgende keer.